Mag ik u voorstellen, Kim, een trouwe lezeres van ons Delijze magazine en een echte foodie, Kim. Klopt. Voilà, we zitten hier in Griekenland, het land van de olijfboom. En hier in de regio van Lamia zijn de omstandigheden ideaal voor de teelt van de heerlijke biologische groene olijven. Volgens de Griekse mythologie symboliseert de olijfboom kracht, wijsheid en overvloed. Geen wonder dus dat Griekenland er vol mee staat. We ontmoeten er Socrates, teler van vader op zoon van de Kalamon-olijf. Een biologisch geteelde topolijf die smelt in je mond. Als een echte huisvader waakt hij over de gezondheid van zijn olijven. Tussen de bergen en de zee heerst hier een ideaal microklimaat. En omdat de grond nergens egaal is, kan het regenwater op natuurlijke wijze wegvloeien. Vanaf september worden de groene olijven uit de boom geschud, waarna ze gescheiden worden van takjes en blaadjes. Na een eerste kwaliteitscontrole wordt de bitterheid van de olijf verzacht door ze te wassen met water en natriumcarbonaat, alvorens ze een bad ingaan met zoutwater. Tijdens de 6 maanden fermentatie die erop volgen, ontwikkelen ze hun onweerstaanbare smaak. Eenmaal in België wordt het zout van de olijven gewassen en zijn ze klaar om geproefd te worden. Deze smaakvolle olijven zijn het ideaal ingrediënt voor het receptje van Kim. Pizza met aubergine en met olijven natuurlijk. Vind haar receptje terug op delijze.be.